Je leert een voorgedefinieerde tabelstijl toepassen, een tabelstijl bewerken, je maakt een nieuwe en past beide toe. Het gegevensbereik B2G27 werd reeds als tabel gedefinieerd en de standaard tabelstijl is toegepast. Klik in een cel in de tabel. Het lint hulpmiddelen voor tabellen verschijnt met het tabblad ontwerpen. Klik op ontwerpen en open het tabelstijlen overzicht. Tijdens het aanwijzen van de verschillende tabelstijlen krijg je steeds een live voorbeeld. Kies in de categorie normaal de stijl tabelstijl normaal 6. Zorg dat je in de tabel staat en rechtsklik op de stijl tabelstijl Normaal 6. Klik op Dupliceren. In het geopende venster wijzig je de naam van de stijl naar personeel 1. Merk op dat de vette tabelelementen in de lijst reeds zijn opgemaakt. Klik op het tabelelement Veldnamenrij. Klik op de knop Opmaak. Selecteer in het geopende venster het tabblad Opvulling. Kies bij achtergrondkleur themakleur zeeblauwe accent 5 donkerder 50%. Klik op OK. In het vak voorbeeld zie je de aanpassingen in de tabelstijl. Klik op OK. Open opnieuw het Tabelstijlen Overzicht. Kies in de verschenen categorie Aangepast de stijl Personeel 1. Blijf in de tabel staan. Open het Tabelstijlen Overzicht. Kies Nieuwe Tabelstijl. In het geopende venster wijzig je de naam van de stijl naar Personeel 2. Merk op dat de tab-elementen nog geen opmaak hebben. Klik op het tab-element Hele tabel. Klik op Opmaak. Ga naar het tabblad Opvulling. Kies bij Achtergrondkleur, Themakleur, Paarse, Accent 4, Lichter 80% en klik op OK. Klik op het tabelement Veldnamen Rij. Klik op Opmaak. Kies in het tabblad Opvulling bij Achtergrondkleur, themakleur Paarse, Accent 4, Lichter 40% en klik op Oké. OK. De nieuwe instellingen van de tabelstijl zie je in het voorbeeld. Klik op Oké. OK. Open het tabelstijlen overzicht. Kies in de categorie aangepast de nieuwe stijl personeel 2.